was koud. Maar ja, je begint om 6 uur en dan is het in het donker. Het heeft een beetje van de Elfstedentocht weg, waar je ook je weg over het ijs moet zoeken. En het, ja, nou, het was ook niet zonder gevaar, denk ik. Maar het was een mooie tocht, een mooie rit en we hebben het prima volbracht. Het is 12:30 in de middag. Hij is één van de wielrenners die vanochtend naar Den Haag is gefietst. En weer terug, 100 kilometer. Een sponsortocht om geld in te zamelen en aandacht te vestigen op suikerziekte. Vandaag is het Werelddiabetesdag. Start en finish van de tocht zijn bij een fietsspeciaalzaak in Hendrikido Ambacht. In principe was het de bedoeling om een fietstocht te gaan doen, alleen we hadden nog geen doel. Marius, een van de jongens die voor me werkt, die heeft diabetes. Dus daarmee kwam ook eigenlijk gelijk het doel in zicht. Ik ben nu helemaal leeg. Mijn oma is 83 geworden met diabetes. Dat kan, maar het is een ziekte die 24 uur per dag eigenlijk invloed heeft op je leven. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Dus als je dat een stuk terug zou kunnen brengen, dat je gewoon wat prettiger leven kunt, ondanks het feit dat je die of een andere ziekte hebt. Nou, dat is waar we eigenlijk naar streven, dat het leven gewoon wat prettiger wordt weer voor iedereen. Ik ben heel zwaar. Ja, ik ben heel zwaar. Ik zie het wel. Het is maar goed dat er een wind staat dan. Ja. Kijk, nu komen de barretjes. De oudste en jongste deelnemer gaan even op de foto. Hij is 16. Misschien wel een beetje pittig. Ik denk dat het wel te doen is. 100 kilometer gaat hij straks rijden in de tweede ronde, want er wordt vandaag 4 keer gereden. De eerste ploeg vertrok om 6 uur vanochtend, de laatste om 12:30 vannacht. Die zijn morgenochtend om 6 uur pas terug. Sommige mannen die doen het 4 keer en ook 1 jongen met diabetes die doet het ook 4 keer. En, 400 kilometer in 1 dag fietsen, dat is gewoon heel erg veel. En, ik als beroepsrenner steek daar wel mijn duim voor op hoor. Verschoor is de enige profielrenner en komt niet uit de buurt. Hij reed 1 ronde mee. Om 3 uur vanochtend ging zijn wekker af. Verschoor heeft diabetes. Je lichaam maakt geen insuline aan. Dus als je te veel insuline hebt, dan kom je te laag te zitten. Dus je krijgt als het ware een hypo-hongerklop. En dan heb je gewoon geen energie meer. Dus dan moet je heel veel eten. Want als je niet eet, dan kom je te laag en dan kan je flauw vallen. En dat heeft erg gevolgen. En als je dus te weinig insuline hebt, dan kom je te hoog te zitten en dan lopen je benen vol en dan kan je ook niet echt goed sporten op goed niveau. Dus je moet constant nadenken, moet je goed eten of moet je niet goed eten. Er zijn 1 miljoen mensen die aan diabetes lijden en het lijkt wel alsof tegenwoordig mensen steeds jonger al last krijgen van diabetes. Vroeger hoorde je zelden over kinderen en nu heb je al kinderen op lagere scholen die diabetes hebben. De deelnemers laten zich vandaag sponsoren. De opbrengst gaat naar het kinderdiabetescentrum van het Albert Schweitzer ziekenhuis.